Ze zeggen dat soms, hè, slow down to go faster. En soms is het gewoon nodig om even de dingen rustiger aan te pakken en met meer focus. In plaats van altijd te blijven op die gaspedaal te drukken en gewoon door en door en door en nog en nog en nog. En stress en stress en stress. Waardoor dat je dan vaak je focus verliest. Misschien minder goed in je vel zit en zo. Je straalt dat ook af op de mensen rondom. Ik denk dat het ook heel belangrijk voor een ondernemer is. Stress is aanstekelijk. Een adem is het eerste waar we mee in aanraking komen en het laatste wat we eigenlijk meemaken. Vandaag spreek ik met niemand minder dan Stephanie Broes. Zij is co-founder van Moonbird. Moonbird is een toestel dat u beter helpt ademen om ervoor te gaan zorgen dat u op een rustige manier door het leven kan gaan. Beter kan gaan ondernemen en eigenlijk de beste versie van uzelf kan toveren. Maar vooral ga ik Stephanie even laten zichzelf voorstellen wie dat eigenlijk Stephanie eigenlijk juist is en hoe dat zij haar ondernemersreis is begonnen. Dank je, Kenny. Geweldig mooi samengevat. Ik ben Stephanie. Ik heb een medische achtergrond, biomedische wetenschappen gestudeerd en daarna een doctoraat aan de farmaceutische in farmacologie gedaan. En daarna ben ik bij twee andere start-ups gaan werken, maar ik wou altijd iets doen wat echt mijn passie was. En ik ben al jaren bezig met yoga en meditatie. En ik heb zelf enorm ondervonden wat dat gewoon de kracht is van een goede, trage ademhaling. Zowel om inderdaad relaxter in het leven te staan, als meer gefocust te zijn of beter in te slapen. Zelf heb ik bijvoorbeeld slaapproblemen. En het lukte mij ook niet altijd om te mediteren in mijn bed, omdat ik dan zo hard aan het piekeren ben dat ik niet kan mediteren. En dus toen kwam het idee van, oké, op welke andere manieren kunnen we mensen nog ondersteunen bij meditatie of ademhalingsoefeningen? En dan kwam het idee van, oké, laten we een voorwerp gaan maken dat eigenlijk een ritme aangeeft dat je moet gewoon volgen met jouw ademhaling en je moet dan niet meer nadenken, gewoon mee ademen. Een beetje gebaseerd op het concept van een mama die dan met een babytje op haar borstkas ligt en die ademhalingsritmes synchroniseren en dat maakt de baby rustiger. Zo hebben wij dus onze Moonbird gemaakt en dat is hem. Ja, mooi. Ja. Ik ging net vragen van laat hem eens tonen, maar ja, fantastisch. Ja. Zeg, en als ik misschien even terug mag gaan naar dat onderwerp, we gaan straks nog verder over Moonbird spreken, maar adem, wat betekent dat voor u? Goh, dat heeft zoveel lagen eigenlijk, want het is iets zo triviaal. Het is iets wat we allemaal de hele dag door doen. En je zou dan verwachten dat we daar eigenlijk ook heel veel mee bezig zijn, hè, of dat we daar experten in zijn. En niets is minder waar eigenlijk. Er zijn heel veel mensen die dat niet doorhebben, dat ze dysfunctioneel ademen. Dus te hoog, te snel, te oppervlakkig. En dat komt vaak doordat er een onderliggend stressprobleem is. Maar natuurlijk, de adem, dat zorgt ervoor dat je zuurstof in je lichaam krijgt, hè, de essentiële bouwsteen in ons lichaam. En als die ademhaling verstoord is, doordat je te snel of te hoog of te oppervlakkig ademt, dan gaat het dus eigenlijk in je lichaam heel veel negatieve gevolgen hebben. En dus dan kunnen trage ademhalingsoefeningen helpen om die balans terug te herstellen, om rustiger te worden. En dat is gewoon iets wat wij allemaal doen en ik wil dat meer bekendmaken of mensen daarvan bewust van maken wat dat voor een invloed heeft op hun leven. Nou, we kennen het allemaal vanuit Friends, hè? Ik weet niet of je de serie nog kent, hè? Waarin dat Ross zegt woesta, hè? Waarin dat de man zijn oren trekt en ademt. Hoe denk je dat een goede ademhaling? Hoe kan een ondernemer bijvoorbeeld vandaag gaan zien van kijk, ja, misschien is mijn stressgehalte wel te wijten aan slechte ademhaling? Of misschien kan ik mijn stressgehalte naar beneden brengen met een juiste ademhaling. Hoe werkt dat eigenlijk? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Je ademhaling is ook een tool die dat je altijd bij hebt. Hè? Dus als je daar mee leert omgaan, is dat iets wat je altijd kan helpen om een kort een check-in te doen met jezelf. En inderdaad, kijken hoe zit dat nu met mijn stressniveaus. Wat ik daarvoor doe zelf, dat is ik sluit mijn ogen, ik zet me comfortabel. En ik breng mijn aandacht of mijn focus naar mijn ademhaling. En ik probeer gewoon te observeren, hoe is die ademhaling? Is die snel? Is die oppervlakkig? Is die verhoogd? En met die aandacht, probeer dan ook niet kwaad te zijn op mezelf of zo, als dat is. Probeer gewoon daar bewust van te worden. Dat is het eerste. Hè. Je moet niet altijd gaan veranderen of dit of dat of zo. Begin bij die bewustzijn en bij die bewustwording. En het is met dat bewustzijn dat je daarna kunt gaan zeggen van oké, ja, ik merk op eigenlijk dat ik inderdaad dat mijn schouders omhoog getrokken zijn, dat ik toch wat sneller aan het ademen ben en zo. En dat je daarna kunt zeggen van oké, ik ben misschien wat gestresseerd. Schouders naar beneden en schouders naar achteren.
rustig in- en uitademen. En dat een aantal minuten volhouden en zo. En daarmee kun je een check-in doen bij jezelf en eventueel je stressniveaus naar beneden krijgen. Ja, het doet mij denken, we hadden het er net al over voor de opname, dat het er al over. Ik merk dat bij mijn dochter ook enorm vaak is dat wanneer dat zij in een bepaalde overdrive gaat, dat ze niet meer helder kan nadenken. En dat door eigenlijk een ademhalingsoefening even te doen, dat ze gewoon tot rust komt. Want bij mij heeft dat wel een verbinding van wanneer dat mijn stressniveau omhoog gaat, wanneer ik sneller begin te ademen, dat ik op een andere manier begin te denken. Hoe zou dat voor positieve invloed hebben op een ondernemer om eigenlijk misschien meer bezig te zijn met die adem of meer bewust te zijn met je eigen lichaam en alles wat erbij komt? Mm-hmm. Ze zeggen soms, hè, slow down to go faster. En soms is het gewoon nodig om even de dingen rustiger aan te pakken en met meer focus. In plaats van altijd te blijven op die gaspedaal te drukken en gewoon door en door en door en nog en nog en nog en stress en stress en stress. Waardoor dat je dan vaak je focus verliest, misschien minder goed in je vel zit en zo. Je straalt dat ook af op de mensen rondom je. Ik denk dat is ook heel belangrijk voor een ondernemer. Stress is aanstekelijk. Als jij gestresseerd rondloopt op een bureau, dan gaan je werknemers of je collega's gestresseerd zijn en zo. Dus door zo'n check-ins te doen en met je ademhaling bezig te zijn, kun je wel terugconnecteren met jezelf en kun je makkelijker daar iets aan doen. Ik vind het interessant wat je zegt van je dochtertje, die kan dan overprikkeld zijn of zo en dan help jij haar om die ademhalingsoefeningen te doen. Dat is ook de reden waarom dat we Moonbird gemaakt hebben. Dat is omdat als je echt heel gestresseerd bent of je hebt het heel moeilijk, dan kom je er vaak niet toe om zelfstandig die oefeningen te gaan doen. Hè? Het is omdat jij naast je dochter gaat zitten en waarschijnlijk met haar mee ademt of zo, dat zij dan meedoet. Maar op haar eigen zou ze daar niet op komen. En Moonbird is dan eigenlijk een houvast of een hulpmiddeltje, hè, dat je vasthoudt in je hand. En dus die zet uit en krimpt en die geeft je zo'n ritme aan dat je moet overheen met je ademhaling. En dan heb je coach eigenlijk bij u altijd. Tof. Ja, en hoe werkt dat dan eigenlijk? Want ik heb dan een toestel en dat werkt via een app of dat is met een bepaalde frequentie? Of hoe mag ik dat voorstellen? Dus het bestaat uit een toestel, de Moonbird, en inderdaad, er hoort ook een applicatie bij. De Moonbird zelf heeft bijvoorbeeld een hartritmesensor ook, die erin gebouwd is. En die kun je connecteren met de applicatie. En wanneer je dus een ademhalingsoefening doet, dan kan je in de applicatie die biofeedback bekijken. Dus dan kan je ook zien wat het effect is van zo'n ademhalingsoefening op jouw lichaam. Nu, dat is optioneel. Hè. Bijvoorbeeld, als ik slaapproblemen heb, dan lig ik in mijn bed en dan neem ik mijn Moonbird en je kan er ook mee schudden en je duim op de sensor leggen en dan gaat die vanzelf ook beginnen ademen. Dus dan hoef je de app er niet bij te pakken om te connecteren en zo. Net omdat we willen dat mensen op dat moment niet de gsm nemen, omdat ze anders terug... Maar het toestel ademt echt. Hij gaat openen en toe. Ja. Oké, en hoe kom je daarop? Want ik weet dat er al heel wat apps bestaan voor te mediteren, om te ademen en zo verder. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik had dat er net ook al gezegd, toen dat mijn collega met jou naar boven kwam en dat ik de website aan het bekijken was, dat ik zelf enorm enthousiast werd. Want dat is toch wel belangrijk, hè, dat mensen iets kunnen voelen, denk ik. Ja, dat is een beetje wat dat ons doet verschillen van alle andere meditatie-apps. Dat is net dat tactiele. Dat is net hetgene dat je eigenlijk niet jouw telefoon erbij moet hebben om die ervaring te hebben. Maar dat is net dat oerinstinct dat we willen aanspreken van dat tactiele. Ik zeg het, soms wij als mensen zijn heel gevoelig en wij hebben onze tastzin echt nodig. Dat is een van de oudste manieren van te communiceren. En dat is waarom dat we knuffels geven aan mensen en waarom dat we dat huidcontact belangrijk vinden. En daarom ook dat wij voor een tactiel voorwerp gegaan zijn dat heel intuïtief is. Heel gebruiksvriendelijk, heel gemakkelijk. Je houdt dat vast en eigenlijk hoef je daar niet meer over na te denken. Je moet gewoon mee ademen. Oké, ja, mooi. Echt een fantastisch. En de mensen vinden dat op moonbird.live, hè? Ja, www.moonbird.live. En je kan hem 2 weken uitproberen. En als je niet tevreden bent, dan mag je hem terugsturen. Ja, nee, knap initiatief. Dat doet mij een beetje interesse hebben. En nu zelf, Stefanie, hoe zet jij die ondernemersreis begonnen? Als ik mag vragen. Ik had dus geen ondernemingservaring en mijn broer ook niet, maar ik doe het samen met mijn broer. En wij hadden zelf eigenlijk heel een complementaire achtergrond. Dus ik heb meer het medische en het juridische. Ik heb ook nog een master in rechten behaald. En mijn broer, die heeft het financiële en die is autodidact in alles wat dat
ja, technische dingen te maken heeft. Dus die schrijft algoritmes, die is bezig met programmeren. Die heeft ook de hele hardwareontwikkeling mee opgevolgd. Dus wij hadden eigenlijk samen al ongeveer 80% van de skillsets die je nodig hebt om te starten. Oké. En dan was ons idee van, oké, we hebben een leuk idee en wij kunnen zelf wel wat dingen gaan doen, maar we willen twee dingen checken voordat we er echt aan beginnen. Eén, dat is dat andere ondernemers zeggen van, er zit iets goed in. Dus we hebben ons ingeschreven voor een aantal acceleratoren in België, IMEC iStart, KBC Started. En daar zijn we bij geraakt. En dus dat was voor ons al iets van, oké, mensen met expertise, met ondernemingservaring zeggen, hier zit iets in, go for it. Ja. We hadden daar dan ook wat startkapitaal van. En aan de andere kant hebben we het project voorgesteld aan een aantal artsen, want we vonden die klinische onderbouwing, dat wetenschappelijk, ook wel heel belangrijk. En we zijn dan geselecteerd ook voor een project om het samen met artsen, apothekers, psychologen en mensen met stress- en slaapproblemen verder te gaan ontwikkelen. Dus op die manier hadden we zo'n beetje validatie van zowel de klinische kant als de ondernemers die zeggen van oké, dit is een goed businessplan en het is een goed product. Alright. Ja, want allee, je zegt het er net eigenlijk al goed, hè. Wij hadden eigenlijk al 80% van de skills eigenlijk in handen. Ik denk dat er heel vaak gezegd wordt dat je een start-up wordt vaak gezien van kijk, ik heb een heel tof ideetje, ik ga geld gaan ophalen met een aantal financieringsrondes en laat ons starten. Maar ik denk dat jij bewijst dat je eigenlijk al een heel end moet staan voordat je product wordt opgepikt, neem ik aan. Ja, wij hadden uiteindelijk niet veel meer dan een idee, maar we hadden wel ja, een plan en we hadden zoiets van, we hebben daar goed over nagedacht wel. He, we weten wat er de komende 6 maanden ongeveer gaat moeten gebeuren en we denken wel dat wij weten hoe dat we daar, allez, we weten hoe dat we daar gaan geraken. He, die overtuiging moet je denk ik wel hebben. Het is niet zo waar we gaan geld ophalen en dan zullen we wel zien. Nee, wij hadden een uitgewerkt plan, wij wisten 6 maanden gaan we dat doen, dat gaat zoveel geld kosten, dan gaan we exact daar staan. En daarvoor hebben we ze veel nodig en zo. Dus we hadden daar wel een goed idee over. Een goed idee voor. Een goed businessplan eigenlijk opgesteld om het te gaan uitzetten. En dan zit je bij accelerators inderdaad gekomen. En dan zit je opgepikt. En is er momenteel echt al een live product dat mensen kunnen kopen? Of? Ja. Sinds toch al zeker 6 maanden, denk ik, kun je bij ons gewoon op de website kopen. En er zit wel nog een levertermijn van een aantal weken. Daarom dat er nog op de website pre-order staat. Nu, dat gaat veranderen. Maar het is te koop. En er zijn meer dan 1000 mensen in Vlaanderen alleen al dat een Moonbird hebben en daar tevreden van zijn. En dat is heel mooi, hè, om die reacties te zien binnenstromen van mensen die dat dan gebruiken. Die dat dan voor zichzelf, of we hebben soms mensen die zeggen, mag ik een tweede bestellen, want mijn man heeft hem misgebruikt en nu wilt hem die niet meer afgeven. Of mijn kindjes ademen ermee, er was er ook een mevrouw en die zei, ja, ik heb een klein probleempje, ik wil hem terugsturen, maar mijn dochter kan niet meer zonder, dus mag ik een vervangtoestel en zo. En dat is gewoon super fijn om die reacties te lezen en te zien dat je echt een impact maakt op mensen in hun leven. Ja, ademen voelt zo vertrouwd, hè? Ja, ik weet het niet. Ik blijf me er ook over verbazen dat voor sommige mensen het toch ook confronterend is. Nee, ik denk, als je met een hele groep ondernemers zou gaan samenzitten en gevraagd is, sluit je ogen en we gaan 10 minuten samen gewoon focussen op onze ademhaling, dat er heel veel mensen gaan verschieten van, amai, wow, dat kan ik eigenlijk niet. Of, dat is hier inderdaad sneller dan gedacht. Of ik weet niet, maar ik denk dat voor sommige mensen confronterend zou kunnen zijn. Terwijl als je het leert kennen en je bent er een beetje nieuwsgierig naar en je begint het wel te gaan implementeren of om te zeggen omarmen, hè, in je leven, dat voor mij in elk geval heel mijn leven lang een soort van, moet ik zeggen, houvast is gewoon die dat ik weet. Ik heb dat wel altijd bij mij. Als er iets is, kan ik daarop terugvallen. Mijn adem is altijd, zolang dat ik er ben, is mijn adem. Ik vind het wel toch bewonderenswaardig eigenlijk. Zoals ik zei, een adem is zeer vertrouwd, maar hoe weinig mensen dat hem inderdaad goed weten te gebruiken, hè, die adem. Hè. Like dat je er net al zei, de positieve voordelen dat je er allemaal mee kunt krijgen. Maar ik denk dat het wel eigen is een beetje aan de maatschappij die heel snel gaat, hè, die ons niet meer laat stilstaan. Hè. We staan op. Het eerste ding wat de meesten onder ons nemen is een gsm. Ze kijken naar Facebook, ze kijken naar een planning, ze kijken, oei, ik loop een beetje achter, wat moet nog die en die en die meting gaan doen. Oei, ik loop een beetje achter, want die zijn haar, die ligt beter dan dat van mij. Ik moet iets langer in de badkamer. En van de eerste moment per dag loopt je al te racen, dat je soms vergeet te kijken naar jezelf. Ik weet niet of dat de ervaring is, ook is, welke ervaring je daar wat mee maakt met de mensen die het gebruiken. Maken ze transformaties mee? Of?
Ik woon niet bij de mensen die het gebruiken, dus ik weet niet in welke mate dat dan een impact heeft in je leven. Dus ik weet het niet van A tot Z. Nee. Maar wat dat je zegt is heel herkenbaar gewoon. Ik denk dat heel veel mensen vandaag gewoon in een constante sequentie zitten van het een naar het ander rollen. Hè. Wij noemen dat een meditatie op automatische piloot. Ja. Mensen doen een hele dag dingen zonder er eigenlijk over na te denken, maar omdat ze weten, ik moet nu naar een meeting, ik moet nu naar de winkel, ik moet nu nog dat doen, ik moet dat, ik moet mijn kinderen gaan afhalen. Allee. Dus een hele dag gewoon van ja, geleid worden door je leven, of je leeft je eigen leven gewoon, zonder er eigenlijk over na te denken en daar, dat bewust te gaan doen. En daar gaat het vooral over, denk ik. Dat wij willen mensen meer bewust laten worden over hun ademhaling en bij uitbreiding eigenlijk over alle andere dingen in hun leven. Want dat is denk ik voor mij de grootste impact geweest van meditatietechnieken te gaan incorporeren in mijn leven. Ik ben eigenlijk ook niet het schoolvoorbeeld van iemand die opstaat, 10 minuten mediteert en dan helemaal zijn aan zijn dag begint. Ik wou dat ik dat kon zeggen. Maar ik ben er heel de nieuwe begint met koffie dan. Hè? De nieuwe begint met koffie dan ook, of? Ja, dat kan wel eens. Ja, ja. Of als sporten of zo. En meditatie gebeurt ook. Hè. Maar ik wil zeggen, niet elke dag. Ik ben niet het schoolvoorbeeld daarvan. Nee. Hoe dat ik het wel implementeer in mijn leven, dat is doorheen de hele dag een beetje rustiger proberen te zijn. En alles een beetje trager te doen. Ja. Dat is enorm voor een verschil dat dat kan hebben in je leven. Hè. Als je bijvoorbeeld op een bureau bent en je collega's zijn daar. En ik zeg het, jij bent gestresseerd, de rest voelt dat ook. Als je daarvan kunt bewust worden. En je vertraagt al gewoon even. Je wandelt trager, je ademt trager. En zo is dat met alles eigenlijk. Je wordt dan wel bewust van dat moment en wat dat gaan doen zit en zo. En dat eigenlijk, die bewustzijn, dat doortrekken door de rest van je leven, dat maakt het grote verschil. En dat is eigenlijk wat ik iedereen zou willen aanraden. Ja, ik heb het sowieso al opgeschreven. Go slower to go faster. Misschien ja. Wordt dat wel de titel van onze story hier. Zeker en vast. Mochten daar... Laten we maar zeggen, drie tips zijn. Stel de ondernemers die momenteel aan het luisteren zijn. En drie tips aan ondernemers die zoals heel velen, die voelen eigenlijk geleefd te worden. Die gejaagd zijn door alles wat op hen afkomt. Die geprikkeld worden door van medewerkers, tot de taken, tot de klanten en zo verder. Welke drie tips zou jij geven aan die mensen? Sta een half uur vroeger op. Oké. Okay. Zij dat je misschien om 5 uur al opstaat, dat weet ik nu niet, maar... Sta een half uurtje vroeger op en je kunt heel je ochtendroutine al rustiger en trager doen. En je kunt misschien wel 5 minuten zitten en op je ademhaling letten. Probeer doorheen heel de dag de dingen iets rustiger te doen en nu bewust te zijn de hele dag van wat je aan het doen bent. En niet multitasken, want dat is ook iets heel inefficiënt. We denken dat we daar goed in zijn, maar dat is eigenlijk helemaal niet, omdat je constant moet switchen tussen taken en zo. Dus probeer te zeggen... Hè? Stop met multitasken, de boodschap. Stop met multitasken, ja. Echt waar. Focus je op 1 taak en doe die voor een half uur of een uur lang. Dus doe de dingen trager en niet multitasken. En dan als derde zou ik misschien zeggen, ja, koopt u een Moonbird en ademt en leer de kracht van ademhaling kennen. Oké. Okay. Ik ben sowieso aan het opschrijven, dus ik moet dat nu wel doen, hè. Ja, jij gaat dat moeten doen, ja. Ja, fantastisch. Ja. En dat, leer ademen, leer ermee bezig zijn. En ik denk dat dat wel een belangrijke is. En wat ik direct ook zie, is dat je inderdaad je product ook naar voren brengt. En ik denk dat dat een product is waar je heel sterk kunt praten met mensen. Hoe zet je dat nu in de markt op deze moment? Dus we hebben een consumer product. En dat is iets anders dan de meeste SaaS B2B software en de startups dat zo'n dingen maken. Dus wij mikken rechtstreeks op eindconsumenten. Dat is via onze eigen webshop met de typische marketingkanalen, paid ads. We gaan ook met influencers samenwerken. En daarnaast werken wij ook samen met psychologen, coachen, ademhalingstherapeuten, waar we een soort van netwerk mee opgebouwd hebben. Er zijn er in totaal ongeveer 250 in Vlaanderen. En dat zijn echt klinici, mensen dat daar dagelijks mee bezig zijn. En zij raden dat dan ook aan hun patiënten. En de derde market channel, zo noemen wij dat dan, zijn de bedrijven. Omdat wij daar eigenlijk Moonbird willen introduceren als een stressreductietool. We zijn dan pilots aan het doen met grotere bedrijven, consultingbedrijven en zo verder. Waar dat we dat inderdaad 3 maanden aan een aantal werknemers geven en zeggen van oké,
Sommige mensen willen sporten, sommige mensen willen misschien op hun voeding letten en anderen willen met meditatie en ademhaling bezig zijn. En daar is dan de Moonbird de tool die dat zij kunnen gebruiken. Ja, mooi. Ja, fantastisch. Ja, dat denk ik. Ik denk dat dat een hele grote impact kan hebben op ziekteverzuim. Ja, absoluut, ja. Alright, ja. Nee, heel goed. Maar wat is de toekomst voor Moonbird? Als we spreken, 10 jaar. Goh, my. Ja, de referentie als het gaat over breathwork. Dat is een beetje de droom. Misschien ook het fysieke verlengstuk van een hele gekende app zoals een Headspace of een Calm. Dat zou ook wel leuk zijn. Hè, dat we daar kunnen aanhaken en een combinatie hebben van content en meditatieoefeningen, maar dan ook met fysieke ondersteuning van de Moonbird bijvoorbeeld. Maar ja. Voor mij gewoon zou ik zeggen, veel mensen in ons netwerk die dat zeggen van, niet alleen door het toestel zelf, maar door blogartikelen te lezen en zo, ben ik in aanraking gekomen ook met die meditatie- en ademhalingstechniek en heb ik daar zelf de impact van ondervonden in mijn leven. En dus ja, dat we een soort van netwerk kunnen bouwen rondom Moonbird als bedrijf, waar dat mensen terecht kunnen komen voor alles over bewustzijnstechnieken, zoals ik dat overkoepelend noem. Op de een of andere manier krijg ik het idee dat Jay Shetty, ik weet niet of je die man toevallig kent? Ja, die maakt zo van die heel inspirerende video's, denk ik, hè? Ja, op de een of andere manier lijkt dat mij een hele goede match te zijn, die twee samen. Dus misschien is dat het punt. Want als ik het goed begrijp, ook naar de website kijk, als ik u bezig hoor, is niet de bedoeling om binnen Vlaanderen en Nederland te blijven. Hè? Het is effectief ook wel de bedoeling om internationaal te gaan. Ja, wij zijn heel blij dat er in België veel mensen zijn die dat de Moonbird hebben, daar tevreden van zijn. Maar ik denk dat er nog veel meer mensen zijn buiten Vlaanderen alleen, dat daar nood aan hebben, wat je daar kunnen gebruiken. En ik denk eigenlijk ook dat de Amerikaanse markt daar bijvoorbeeld misschien nog meer klaar voor is, of die daar nog meer nood aan hebben. Dus de bedoeling is om wel snel naar daar te gaan, ja. Om wel snel daar te gaan naar andere landen. Alright, ja. Zeg, als ik mag vragen, Stefanie, we zijn hier natuurlijk bij Mentor. En waarschijnlijk een van uw mentors zal misschien ook uw broer zijn, omdat je dagelijks met hem samenwerkt. En jij zult ook zijn mentor zijn. Misschien heb je daarvoor een ademtoestelling nodig, want met familie samenwerken, dat is niet altijd het meest evidente, dat begrijp ik. Maar heb jij mentors, mensen die je begeleiden in dit verhaal? En hoe belangrijk zijn die voor u? Superbelangrijk. Zoals ik al zei, ik ben gestart en ik had geen ondernemerservaring. Dus ik denk dat die mensen die ons geholpen hebben in onze weg, dat die superbelangrijk geweest zijn. In eerste instantie zijn dat de mensen van de acceleratoren geweest. Dus een KBC Started, een IMEC iStart. Daar hebben wij coaches waar we altijd terecht konden voor vragen. En als zij het niet wisten, dan brachten ze ons in contact met andere startups. En dat is echt van onschatbare waarde geweest. Mijn broer effectief is, denk ik, ik ben zo dankbaar nog altijd dat dat supergoed gaat. Ik zeg het dat we zo complementair zijn. Ik denk dat dat ook de kunst een beetje is bij ons. Er zijn heel weinig dingen waar we samen over moeten beslissen. Dus we vertrouwen elkaar heel goed en die dingen zijn goed afgescheiden. En dan ook onze investeerders eigenlijk. Wij hebben wat geld opgehaald en we hebben dat een beetje gekozen dat die investeerders allemaal verschillende ervaring hebben en vanuit hun ervaring Moonbird kunnen, ja, helpen, hè, of raad geven, adviseren. En daar hebben wij ook heel veel aan. Het zijn niet mensen die ons lastigvallen, maar omgekeerd eigenlijk. Wij gaan hun contacteren als we vragen hebben en dan zijn die daar wel voor ons. En dat is gewoon enorm mooi om te zien dat zo kan, dat je zo kunt laten omringen. En daar ben ik eigenlijk wel heel dankbaar voor in Vlaanderen, dat er zoveel open mensen zijn die u als jonge ondernemer helpen. Ja, er zijn veel platformen waarin we kunnen starten. Er is heel veel ervaring waar we uit kunnen leren. Dus ja, heel mooi. Ja, Stefanie, we zijn bijna aan het einde van ons gesprek op deze moment ook. Dus ik wil je sowieso wel bedanken dat je er vandaag bij was. En ik vraag ook wel eens regelmatig aan ondernemers we hebben nu al gezegd, oké, wat is Moonbird in de toekomst? Wat is uw zotste droom, als ik mag vragen, als ondernemer? Ja, voor mij zou het niet mooier kunnen dat Moonbird echt een heel mooi bedrijf wordt waar dat mensen graag naartoe komen om te werken ook. Ik vind dat eigenlijk ook wel iets waar ik niet bij stil had gestaan op voorhand. Dat is dat je creëert eigenlijk jobs voor mensen. En dat is voor die mensen ook heel, heel belangrijk, hè, om er eens naartoe te gaan waar dat je goed bij voelt en zo. En wij hebben nu een team van 7-8 mensen en die sfeer is daar heel goed. Die mensen komen graag naar hun werk. Wij zijn met een heel leuk thema bezig. En ik vind dat ook een zeer dankbare kant van het ondernemen.
dat ik op voorhand niet over nagedacht had, maar dat is om die plek te creëren. Dus als dat kan groeien ook, ik weet niet, met 20, 30, 50 of zo ooit, en we kunnen die cultuur, die positiviteit behouden, en ik denk dat zou fantastisch zijn. Dus dat is echt het Moonbird Core Team. Als wij dan als bedrijf die missie kunnen uitdragen en mensen in contact laten komen met ademhaling, met meditatie en dan impact maken in hun leven, ja, ik zou ontploffen, denk ik, uit mijn vel van energie en enthousiasme. Maar ik heb dat eigenlijk nu ook al. Voor de fase waarin dat wij staan, ben ik enorm blij, tevreden, dankbaar. Ja. En dat begrijp ik. Dat begrijp ik meer dan ook. Een fantastisch mooi product. En het is iets waar we inderdaad, zoals je zei, waar we niet bij stilstaan, omdat we al elke moment van ons leven gebruiken. Dus dikke chapeau voor jullie realisaties, voor u en uw broer en het team natuurlijk dat daar achter zit. En ik neem ook aan, die 7 of 8 mensen, die gebruiken het ook op dagelijkse basis. Ja, absoluut. Ja, dat is een vaste tool geworden. Dus nee, fantastisch. Wat ik allemaal onthoud van onze talk of van onze story, go slower to go harder. Ah wel, ik ben over het laatst naar een stilte-retreat geweest in het Tibetaans Centrum in Hoei. En ik had mij op voorhand voorgenomen van, dat is goed, hè, ik ga nog eens dicht connecteren met het onderwerp van meditatie, 5 dagen in stilte zitten en mediteren. Toen dat dichterbij kwam, dacht ik, miljarden, ik wil eigenlijk liever werken. Ik heb zoveel dingen die ik wil doen en zo, en moet ik mijn vakantie daar nu mee bezig zijn en zo. Hè, maar ik dacht, ik ga dat toch doen, want dat is gewoon voor mij heel belangrijk om daar toch jaarlijks toch iets te doen om heel dicht bij de andere te blijven. En die 5 dagen in stilte zitten heeft mij zo tot rust gebracht. Ik ben zo geconnecteerd geweest nog eens met mijn eigen. En dat heeft mij zoveel creativiteit opgeleverd. Ik kwam terug en ik kan dat moeilijk anders zeggen dan dat mijn batterijen waren opgeladen. Ik had heel veel nieuwe ideeën. Ook al is dat niet de bedoeling van meditatie, maar ze waren toch in mij opgekomen. En ik voelde mij zoveel rustiger en zo. En dat was precies of ik mij, in mijn ziel gewassen had of zo. En dat ik er terug keihard voor kon gaan. En dat was echt de samenvatting eigenlijk van slow down to go faster. Dus ik kan dat eigenlijk enkel alleen maar aanraden. Ik probeer ook bijvoorbeeld niet te laat door te werken, niet te veel in het weekend en zo. Ik weet, als beginnende ondernemer is dat moeilijk. Maar dat is toch eigenlijk iets waar dat je meer goed mee doet dan slecht, om te zeggen van, ik baken wel mijn werkuren en mijn weekends af wanneer dat kan. Absoluut. Want als je dan denkt dat er ondernemers zijn die 10, 20 ondernemingen hebben... Ja, als je alles zelf blijft doen bij 20 ondernemingen, dan zal je 100 uur per dag nodig hebben. Die zijn er niet. Dus je moet gewoon stil zijn. En, inderdaad, heel waardevol. Echt super waardevol, Stefanie, dat je dat toch even kon brengen. Ik heb ook genoteerd bijvoorbeeld dat we het iets rustiger aan moeten doen en dat we 1.5 uur vroeger moeten opstaan. Maar vooral dat ze zich een Moonbird moeten aanschaffen. Dat heb ik vooral heel goed begrepen in dat verhaal. En dat kunnen ze doen op moonbird.live. Ja, absoluut. Ja. Ja, fantastisch. We zullen sowieso in de link van het artikel er ook nog eens bij zetten dat iedereen toch recht krijgt op Ian en Moonbird, want dat verdient toch wel iedereen om beter te kunnen ademen. Hè. Dus dat klopt toch. Ja. Ik ben er zo enthousiast over dat ik het zelf al aan het verkopen ben. Voilà. Ja, goed, in elk geval... super bedankt, Stefanie, voor deze hele leuke babbel. Ik hoop elkaar zo snel mogelijk eens terug te zien. Nu binnenkort, corona begint zo wat naar een einde toe te werken. Allee, let's hope so. Waarin we misschien fysiek terug kunnen afspreken. En ik wens u enorm veel succes met de toekomst, met uzelf, met uw eigen onderneming, met Moonbird en vooral met uw adem natuurlijk. Ja, dank u. Bedankt voor de uitnodiging ook en voor het toffe platform op te zetten. En iedereen blijven ademen. Hè. Dat is de beste. Ja, blijven ademen. Goed, super bedankt Stefanie. En tot de volgende keer. Bye. Bye.